In Nederland wordt meer dan de helft van de totale hoeveelheid elektronisch afval nog niet gerecycled. Dat is zonde, want het zit vol met waardevolle materialen en grondstoffen. Recyclen kan beter door het makkelijker en leuker te maken. Daarom organiseert Reinigingsdienst Maasland in samenwerking met de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen de e-waste race. Wat is dat, de e-waste race? Ja, wij zijn benaderd door RD Maasland of we mee wilden doen aan een project over e-waste. Zodat de kinderen ouder apparatuur in kunnen zamelen aan de hand van een wedstrijd. En dat we dan ervoor zorgen dat oudere apparatuur wordt hergebruikt. En ja, daar staan we natuurlijk achter die actie. Dus vandaar dat we meedoen. Andere scholen doen ook mee. Dus we zijn vooral benieuwd wat er gaat komen. Hallo allemaal. Ik hoorde allemaal al van Koen dat jullie heel erg veel enthousiasme hebben. En dat jullie er eigenlijk vanuit gaan dat jullie de race gaan winnen dit jaar. Nou, dat moet ook echt wel kunnen als ik jullie klas zo meteen zie. Jullie gaan, zoals Koen al zei, even verteld, de komende weken keihard aan de slag met het probleem van elektronisch afval. En dat gaan jullie doen in de e-waste race. En dat is een hele gave wedstrijd. Jullie gaan tegen 10 scholen strijden. En de winnende school die gaat een hele toffe prijs verdienen. Tijdens een e-waste race kunnen buurtbewoners hun rondslingerde elektronisch afval aanmelden op de e-waste website. De scholieren maken dan een afspraak om het afval thuis op te komen halen. Zo maakt de e-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en makkelijk. Wij vinden het heel belangrijk natuurlijk dat de kinderen al weten dat je heel veel apparaten kan hergebruiken. Dat de grondstoffen zeg maar, die erin zitten, dat je die weer kan gebruiken voor nieuwe apparaten. Ja, je moet je oude telefoon niet laten liggen op zolder, hè? Nee, die kunnen ze helemaal uit elkaar halen. Ja. En dingetjes die erin zitten, kunnen ze weer een nieuwe telefoon van maken. En dat is niet alleen met een telefoon, maar dat is met heel veel apparaten. Dus wij stimuleren als gemeente ook hergebruik van materialen, maar ook weer het inzetten van grondstoffen die je daaruit haalt. Wie de meeste elektronica ophaalt, dat wordt de winnaar. Wie dat is, dat horen we eind maart.